Dag beste vrienden, vandaag 12 februari vrede. Gaan wij verder met dit verhaal van de schepping en nu de eerste dagen na de schepping van de vrouw ook. En wij gaan zien de oorsprong van vele gedragen die ons soms kunnen bovensteken. Maar die heeft een kern, die heeft een oorsprong. En in dit verhaal van de schepping kunnen wij heel veel leren vanuit het geweten en ook over het geweten. Hoe kunnen wij beter en dieper inzien onze fouten en onze relatie met God en met onze eigen fouten? Vragen wij de hulp van de Heilige Geest en genade die ons kan begeleiden en helpen en wilt ons begeleiden en helpen. Dan de eerste lezing uit Genesis 3. Van alle dieren die God de Heer gemaakt had, was er geen zo sluw als de slang. Zij zei tot de vrouw: Heeft God werkelijk gezegd dat hij van geen enkele boom in de tuin mocht eten? De vrouw zei tot de slang: Wij mogen wel eten van de vruchten van de bomen in de tuin. God heeft alleen gezegd: van de vruchten van de boom die midden in de tuin staat, mocht hij niet eten. Hij mocht ze zelfs niet aanraken, anders zult hij sterven. Maar de slang zei tot de vrouw: Hij zult helemaal niet sterven. God weet dat uw ogen open zullen gaan als hij eet van die boom, en dat hij van gelijk zult worden, dan gelijk zult worden aan God, door de kennis van goed en kwaad. Toen zag de vrouw dat het goed eten was van die boom, en dat hij een lust was voor het oog, en hoe aantrekkelijk het was er inzicht door te krijgen. Zij plukte dus een vrucht en zij at ervan. Zij gaf er ook van aan haar man, die bij haar stond, en ook hij at ervan. Nu hingen hun beiden de ogen open en zij ontdekten dat zij naakt waren. Daarom hechtten zij vijgenbladen aan in en maakten daar lendenschorten van. Toen zij bij het opkomen van de middenwind de donder van God de Heer in de tuin hoorden klinken, verborgen de mens en zijn vrouw zich voor God tussen de bomen van de tuin. Dan wij zien hier echt een verhaal die heel veel kan aan ons leren over de geestelijke strijd en ook de bekoringen. Wij zien de etappes van een bekoring en een situatie die wordt om ons misleiden. Het gesprek begon met de vrouw en de slang. En de eerste vraag van de slang was helemaal fout, hè? Het was helemaal verdraaid. Zij was sluw omdat zij verdraaide de waarheid. God zei dat je van geen enkele boom. En dat was de deur open voor een gesprek met de vrouw. En de vrouw antwoordde wel juist: Nee, God, we mogen wel eten van de vruchten van de bomen, maar God heeft gezegd dat en dat. Dat was juist, maar er was toch een opening voor dit gesprek, die geen gesprek tot waarheid zou leiden. Daarna vond de slang de kans om door leugen de vrouw te bedriegen. En dan begon zij niet alleen verdraaien, maar echt tegen hem wat God zei: Nee, je zult niet sterven. En met haar manier van spreken heeft de vrouw zich laten leiden daarvoor. En hier is een symbolische verhaal, hein? Dat kan
ook even goed een man zijn. Maar dat is een verhaal die toont voor ons, als wij gehoor geven aan discussies, aan kwesties, aan vragen die verdraaid zijn, dan openen wij de deur tot bedriegen enzovoort. En niet voor de Heilige Geest. In onze wereld van vandaag, wij moeten als christenen echt aandachtig zijn, omdat er zijn soms nieuws die niet juist zijn. Er zijn zoveel uitspraken over het geloof die verdraaid zijn. Die willen echt ons laten afwijken van de waarheid. En de onderscheiding van de geest begint met het weten wat ik hoor. Moet ik gehoor geven of niet? Moet ik in het woord geven of niet? Daar begint het aan om deze ketting van bekoring en van verdraaiing te breken. En daarna, wij zien dat de consequenties, ja, zij krijgt het kennis van goed en kwaad. Zij weet, zij kon meer weten dan vroeger, maar dat was niet genoeg om tegen God te kunnen zijn. En als God kwam, er was toch iets in het geweten van de mens die zei, wij hebben iets fout gedaan. Het is ongelooflijk hoe onze geweten echt het licht van God in zich draagt. Op het moment zelf viel de vrouw en dat was een fout. Ze besefte toen niet, maar achteraf wel. En nu, wat gaan wij doen? Het is een groot verhaal, in deze zin een groot voorbeeld om aandachtig te zijn voor de situaties. Maar als wij falen, dit licht laten schijnen en niet naar de duisternis ons gaan verbergen. Waarom? Als wij daar blijven, gaan wij ook geen toevlucht, geen vergeving vinden. Dat is wat de psalm zegt en die brengt in vervolging vanuit onze gebed. Bij een situatie waarin wij zeggen, ja, hier ben ik gevallen, hier heb ik iets misgedaan, hier ben ik niet juist. Ofwel in de keuze, ofwel in mijn gedrag. Wij kunnen en God verwacht dat wij tot hem komen. Het is Psalm 32. Gelukkig degene wiens fout werd vergeven, wiens zonde door God werd bedekt. Gelukkig de mens die geen schuld heeft bij God, wiens hart geen misdaad verbergt. Ik heb mijn zonde beleden voor u, mijn schuld niet langer ontkend. Ik sprak voor de Heer, beken ik mijn fout. Toen hebt hij mijn zonde vergeven. Daarom zal de vrome zich keren tot u, wanneer hij door onheil bedreigd wordt, al breekt er een stortvloed over hem los, de rampspoed zal hem niet raken. Mijn toevlucht, zegt hij, mijn redder in nood. Hij hult mij in voorspoed en vreugde. Dan deze bevrijding, deze genade van het licht van ons geweten, gaat tot het einde toe als wij, wat hier in de psalm beschreven is, doen en proberen doen. Tot God komen om onze zonde te beleden, om een schuld niet meer ontkennen, om voor God onze fouten bekennen. Dat zijn drie werkwoorden die een beetje dezelfde willen aan ons tonen. God naderen met een hart, met berouw, met vrees voor God, zoals we hebben gisteren het evangelie gezien. Met een groot vertrouwen. God weet dat wij zwak zijn, dat wij getekend zijn door een innerlijk teken. Een innerlijk dwang om soms kiezen voor wat niet goed is. Maar hij weet dat wij hebben ook een licht, een aanwezigheid van hem in ons. En vanuit het besef van onze fouten kunnen wij, mogen wij terugkomen naar hem. Hij verwacht op ons. En daarna het evangelie Marcus 7. Het is ook een heel actueel verhaal voor ons. In die tijd vertrok Jezus uit de streek van Tyrus en begaf zich over Sidon naar het meer van Galilea, midden in de streek van Decapolis. Men bracht een doofstomme bij hem
en smeekte hem dat hij deze de hand zou opleggen. Jezus nam hem terzijde, buiten de kring van het volk, stak hem de vingers in de oren en raakte zijn tong met speeksel aan. Vervolgens sloeg hij zijn ogen ten hemel, zuchtte en sprak tot hem, Effete, wat betekent ha open. Terstond hingen zijn oren open en werd de band van zijn tong losgemaakt, zodat hij normaal sprak. Jezus verbood hun het aan iemand te zeggen, maar met hoe meer nadruk hij dat verbood, des te luider verkondigden zij het. Buiten zichzelf van verbazing riepen zij uit, Hij heeft alles wel gedaan, hij laat doven horen en stommen spreken. Dat zijn de woorden van de Heer. Wij danken God. Nou, dit evangelie is actueel, zoals ik zei, omwille van dit beeld en deze figuur van deze doofstomme. En ik zei bij de eerste lezing van deze geesten van twijfels die in onze maatschappij soms kan heersen en ons in de waag brengen. En deze doofstomme is ook in beeld van een persoon die echt verzonken is in de onverschilligheid, die onverschillig is. En soms door te veel informatie of door te veel nieuws van alle kanten kunnen wij onverschillig blijven. Als wij iets goed of iets niet goed, dat blijft een beetje dezelfde. Dat is een virus van onze maatschappij. En daarvoor wij als christen moeten echt aandachtig zijn om ons niet te laten grijpen, niet ons laten meevloeien met deze tendens om onverschillig te worden. Deze man, wij kunnen hem nemen als een voorbeeld van onverschillig. Die hoort niet en die spreekt niet. Dat is een teken van onverschilligheid, van neutraal te blijven, maar door een manier die soms geen plaats laat voor het licht van God, voor het woord van God. En Jezus baat voor hem. Jezus baat tot God en sprak één woord. Eén woord van Jezus was genoeg om hem uit die geslotenheid te halen. Effata. Effata. Dan deze genade die God aan hem schonk is de vrucht van zijn gebed in de Heer, maar ook van de hulp van de mensen die deze man aan hem gebracht hebben. In Christus is geroepen om een actief persoon te zijn. Niet om ruzie te zoeken, dat niet, maar wel vrij zijn om te zeggen, om te getuigen, om te kunnen delen wat hij in zich draagt. En iedereen bij deze genezen van Jezus was verbaasd, omdat het was een grote wonder, in doof en stomme te genezen, hem te doen horen en hem te doen spreken. Vragen wij aan de Heer deze genade van een geopend hart, zodat wij vanuit zijn woord meer kunnen betekenen voor de maatschappij, voor de geest. En deze genade van openheid ontplooit zich vanuit het woord van God. En hoe meer wij deze relatie met het woord van God laten groeien, en dat is een genade die wij overtuigd zijn als gemeenschap zaden van het woord door de lectie divina, door de weg die wij kunnen beleven door middel van dit compendium, dat de harten groeien in openheid voor God. En waar een hart open is voor God, doet hij wonderen. Niet alleen voor de persoon, maar voor de mensen rondom. Hij maakt van ons alle missionarissen van zijn woord. Maar dat vraagt voor ons in openheid en in bereidheid elk daarom het woord te ontvangen. En soms hoor ik van mensen, ja, vorig jaar heb ik een compendium, maar dat lukt niet zoveel. Ik was niet trouw, ik ga niet doen dit jaar. Heeft niet op, het is een weg.
Soms duurt jarenlang, ik bedoel 5 of meer, totdat wij trouw kunnen zijn. Maar dat maakt niet uit als wij niet helemaal hebben goed gedaan zoals wij verwachten. De poging is de eerste. Maar in de dagelijks gebed, wat wij kunnen ons afvragen vanuit deze opmerking die ik deelt met u, is: hoe was mijn hart toen? Was mijn hart open voor het woord van God? Heb ik tijd gemaakt voor het woord van God? Daar begint het aan. En het is juist wat onze paus Franciscus in zijn audiëntie, in zijn catechese over het gebed van 27 januari, heeft gesproken. Ik raad u aan om deze catechese te zoeken. Bekijken net, kunt u dat vinden. Die is echt een tekst vanuit de kerk, heel actueel, die ons aanmoedigt om deze relatie met het woord van God te ontdekken en te laten groeien. En paus Franciscus zegt over de grootte van ons hart. En soms kunnen wij op een daar of andere de lectie niet doen of niet willen doen of geen zin hebben, omdat onze hart soms wel dorre is ofwel met distel is ofwel ja, niet bereid is. Maar dat hangt af van ons. Er is een beslissing nodig. Een beslissing om te zeggen, nu ga ik mijn hart open voor het gebed. Paus Franciscus zegt in deze catechese, het hangt af van ons. Van ons gebed. Van het open hart waarmee wij tot de schrift naderen. Zodat ze voor ons levend woord van God kan worden. Zodat ze voor ons levend woord van God kan worden. God komt voortdurend langs bij middel van de schrift. God komt voortdurend langs bij middel van de schrift. Dan God verwacht op ons, zoals bij dit verhaal in de eerste lezing, ofwel bij het ontvangen van deze doofstomme man, vragen wij aan God dat wij deze openheid, dit initiatief hebben om tot hem te komen en ook andere mensen tot hem te brengen. Als u wilt helpen met de bekendmaking van dit compendium, dat is een concreet teken van deze hulp. Je brengt aan een persoon een middel om in relatie met God binnen te treden. En hoe meer wij dat kunnen delen met elkaar, hoe meer gaan wij de harten vinden die dat zoeken, maar die soms niet weten waar en hoe. Vragen wij aan de Heer deze geest van initiatief, van ook nabijheid tot God, zoals wij zijn, zonder vrees, zonder bang te zijn, maar met een goede vrees, die weet, God verwacht mij, ik kan vertrouwen op hem. Vragen wij alles door de voorspraak van onze moeder, de Maagd Maria. Wees u groet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Dank u wel en God zegen u.